Beschrijf de ander als moeder in 3 woorden. Lief. Makkelijk. Heel lief. Ik heb heel veel woorden nodig. Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Ik heb jou nog niet... Je bent al bijna 1 jaar moeder. Ja. Maar ik heb je maar een paar weken als moeder meegemaakt omdat je op Aruba zat. Streng. Oplettend. En humoristisch. En gezellig. En nou, een beetje mijn voorbeeld. Ah, ja. Dat vind ik lief. Vind je lief? Ja. Super schattig. Dat zijn 2 woorden in 1. Ik weet het. Jong, ze is natuurlijk heel jong moeder geworden. En ja, zorgzaam ook wel. Zorgzame moeder. Heel lief, spontaan. En creatief. Wijs, een voorbeeld en de liefste. Oh. Als ik jou met Jonas zie, dan vind ik jou vooral heel erg grappig. Je bent gewoon echt een grappige moeder. Je bent kind met je kind. Dat vind ik heel leuk. Ook heel lief. En een engelengeduld heb je. Mijn moeder wist niet voor de zwangerschap dat ik bezig was een kindje te krijgen. Mijn moeder wist helemaal niet dat ik bezig was met een kindje. Ik hoopte het. Ja. Jij wist wel dat ik al bezig was met een kindje toen ik nog niet zwanger was. Ja, toch? Zeker. Dat kon je ook niet voor je houden. Je had het er ook wel continu over. Nee. Nee, zeker niet. Ja, je vroeg er al jaren om. Jij wilde als een heel klein meisje al een kind. Ik denk dat ik ook wel echt een beetje gek, maar ook een beetje... Natuurlijk ook met Ralf, alleen maar met Ralf, maar ook wel met jou overlegde. Ja, daar hebben we het wel veel over gehad. Ja, Christian die wilde wat minder snel dan ik. Ik wilde al na een maand samen zijn. En toen op een gegeven moment besloten we gewoon om het te doen. En eigenlijk pas verteld. Maar je had het wel door op een gegeven moment dat het zover was. We wisten het zelf ook nog niet. Dat was het een keer de vraag. Ja, nee. Maar ook echt pas verteld met 10 weken. Ja. Ja. En toen je op een gegeven moment zwanger was, wilde je het niet zeggen. Ja. En toen had ik het ook wel gelijk door, omdat je juist toen ineens niks meer vertelde. Nee, precies. Ja. Mijn kleinkind meer verwend. Nou, jazeker. Ja. Zeker. Ik kan geen winkel voorbij lopen of ik koop wat. Ja, jij verwendt ze wel heel erg. Maar het is wel zo. Jawel, heel erg, ja. Nou, dat heb ik eigenlijk nog niet zo gemerkt. Maar ik hou wel heel erg veel van hem. Maar verwennen, nou... Nee, gewoon. Zo deed ik ook met mijn eigen kinderen eigenlijk. Ja. Ja? Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Bij oma mag alles. Ik voel me net een soort moeder weer. Dat is het leuke. Als jij bij mij komt, dan heb je standaard gewoon een cadeau bij je. Jij verwendt ze echt. Cliché. Ja. Ja. Dat heb je als moeder denk ik ook wel gedaan, maar niet echt zo met... Nee, maar heel anders. Maar nu, ik spot gewoon iedere speelgoedzaak en dan ga ik naar binnen en ik sta versteld van hoe leuk het speelgoed er is. En... Leuker dan vroeger? Ja, leuker. Nou, anders. Ja, echt. Een soort herbeleving. Ja, herbeleving van vroeger. Heerlijk. Wel met heel veel geluidjes. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat zelf heel leuk. Vroeger vond ik het helemaal niet leuk als jij van opa en oma van die geluiden speelgoedjes kreeg. En nu krijg ik het dus alleen maar. En ik vind het zo leuk nou. Ja, dit is zo lekker dat... Natuurlijk heb je de verantwoordelijkheid op die dag, maar ik hoef niet op te voeden. Nee. Heerlijk. Ja, niet meer snoepjes, dat zeker niet, want daar is wel een hele hoop in veranderd. Maar... Ik denk dat ze meer mogen van jou en dat je ook... Ze verwendt ook wel met cadeautjes en dingetjes. Ja. Ik denk dat jij wel redelijk oma bent, zoals je ook wel moeder was of zo. Ja, ik zie misschien wel wat meer gevaar nu, dat ik dacht dat ik vroeger niet zo. Nee. Ik dacht, oh, liet ik jullie dat doen? En ik denk ook wel dat je wat makkelijker bent misschien. Gewoon dat... Dat komt omdat als ze er een dag zijn, dan is die dag ook helemaal voor hun. Je hoeft geen andere dingen meer tussen te doen. Oh, het is klaar. Oh, voor Daniel. Yeah! Wow! Thank you. Wat spannend, ik hou van cadeautjes. Nou. Oh, dat is zo'n leuk boekje. Oh, dat is zo leuk. Wat leuk. Kijk nou toch eens wat lief. Het is echt super leuk. Voor Jonah.